Met het mooie weer zitten mensen graag buiten. En zo komt er vanzelf meer aandacht voor tuinmeubelen. De laatste jaren merk je dat steeds sterker. Want de tuin wordt meer en meer een verlengstuk van de woonkamer. De tuin wordt langzaam een verlengde van de woonkamer. En ook in de tuin willen mensen zich op hun gemak en thuis voelen. Ja, met een mooie set tuinmeubelen kom je dan wat meer thuis in een rustige plek waar je ook weer op je gemak kan gaan zitten. En op het gebied van tuinmeubelen is er ook steeds meer aanbod. Wie tegenwoordig iets nieuws moet gaan uitkiezen, weet nauwelijks meer waar te beginnen en waar op te letten. Nou, belangrijke criteria die je vooral voor jezelf moet stellen zijn eigenlijk wat voor materiaal wil je. Teakhout, aluminium, textileen, kunststof. Je moet echt voor jezelf gewoon duidelijk hebben van wat voor stijl wil ik aanhouden. Vervolgens, afhankelijk van de stijl, ga je weer kiezen van een stoel met verstelbare rugleuning, zonder, vast, stapelbaar. Alles is te verzinnen tegenwoordig. Over het algemeen heb je meestal de wat oudere mensen die komen. Is wel heel belangrijk dat de stoelen gewoon licht gewicht zijn. Dat ze niet te zwaar zijn. Dan is een hele mooie houten teakhout stoel. Is dan eigenlijk misschien aan de zware kant. De ene geeft aan van joh, we hebben een klein postzegeltuintje. Dan is weer opklapbaar heel belangrijk. Dat het weer makkelijk opgeborgen kan worden. Ook na het mooie weer. Dat je gewoon ruimtetechnisch beter uitkomt. Gewicht, of ze inklapbaar zijn of niet, dus inderdaad makkelijk weg te zetten. Veel mensen vinden het ook belangrijk dat de tafels onderhoudvriendelijk zijn. Nou, dat is met teakhout natuurlijk eigenlijk altijd wel zo. Het vergt natuurlijk wel enigszins wat onderhoud, maar het gaat niet kapot van buiten staan. Hoe het eruit ziet is ook niet onbelangrijk. Het moet natuurlijk wel een bepaalde kwaliteit hebben. Waarmee je onderscheidt. En zo is er een geschikt tuinmeubel te vinden, rekening houdend met ieders smaak en persoonlijke situatie. Maar ook met de plaats waar het tuinmeubel wordt neergezet. Ja, dat is, de een vindt het mooi om een mooi bankje voor zijn deur te zetten. Uiteraard helaas aan een kettingje, anders dan worden ze meegenomen. Het zijn dure meubelen. En de ander die zegt van nou, ik heb een mooi patiootje vrij waar precies vier stoeltjes en een tafeltje mooi passen. De een die wil toch een wat compacte tafeltje die opklapbaar is voor het balkon. Om lekker te kunnen zitten als het lekker weer is. Dus ja, dat verschilt heel erg. Er zijn natuurlijk altijd trends en ontwikkelingen. Daniel merkt vooral dat er steeds meer vraag komt naar teakhouten tuinmeubelen. Ja, de meeste mensen vragen steeds meer naar teakhouten tuinmeubelen. En de vraag is heel hoog, maar het aanbod laag. En daar proberen wij goed op in te spelen. We hebben een heel breed assortiment van teakhouten tuinmeubelen. Van vaste tafels tot opklapbare tafels. Zoals mooie bijpassende parasolvoeten met een teakhouten afdekschaal. Om te zorgen dat het ook weer matcht bij de meubelen. Dus je kan het zo gek niet verzinnen, maar hout is op het moment echt hot. Ik denk vooral dat de mensen het hout ziet er degelijk uit. Het is chic. Het is in dit geval omdat het teakhout is ook gewoon onderhoudsvriendelijk, dus het gaat lang mee. En als je een mooi kwalitatief teakhouten meubel in je tuin hebt staan, dat smoelt lekker. De teakhouten meubelen zijn dan automatisch over het algemeen ook de zwaardere meubelen. Omdat het gewoon een stevige soort hout is die echt overal tegen bestand is bijna. Dan kun je bijvoorbeeld altijd voor gewichtskeuze uitwijken naar aluminium meubelen met textileen bespannen. En dus heeft Daniel de laatste jaren in die teakhouten tuinmeubelen een behoorlijke collectie bij elkaar gebracht. We hebben bijvoorbeeld ronde opklapbare tafels in meerdere diameters. Die gewoon makkelijk eventueel weg te zetten zijn. Ook voor kleinere plekjes waar je wat neer wilt zetten. We hebben opklapbare houten stoelen met armleuning, zonder armleuning. Met een armleuning met een hoge rugsteen die ook nog eens verstelbaar is, dat je lekker in een lichtstand kan zitten. Dan hebben we stapelstoelen met een leuning, stapelstoelen zonder leuning. Vervolgens echt wat meer relaxstoelen, een lichtbed. Ja, alles bijpassend eventueel een parasolvoet in een teakhout. Dat zie je ook mooi bij de meubelen past. Teakhout heeft in de ogen van veel mensen een mooie degelijke uitstraling. Als je het tenminste een beetje onderhoudt. Want dat het onderhoudsvrij zou zijn is natuurlijk niet helemaal waar. Teakhout vergrijst. En sommige mensen vinden dat heel mooi. Dat is gewoon een natuurlijke vorm waarin het hout zich behoudt. Als het in het weer staat en het nat wordt, krijgt het op een gegeven moment een beetje een grauwe kleur en wordt het wat vies. De ene die kiest ervoor om het alleen schoon te maken en om het mooi grijs te houden. Dat vinden ze mooi staan. De ander die zegt van dat tafeltje moet elk jaar weer als nieuw uitzien. Om het netjes te houden moet je er wat aan doen. Het moet natuurlijk niet. Sommige mensen vinden het heel mooi dat teakhout vergrijst. Want als je teakhout na verloop van tijd buiten laat staan, wordt het wat vuiler en gaat het een beetje grijs eruit zien. De een vindt dat heel mooi en de ander zegt van ik wil dat hij er elke keer weer opnieuw uitziet. Dan moet je even de mouw opschuipen. Als je de teakhout wil onderhouden, dan moet je toch eens tot twee keer per jaar eventjes de tafel goed opschuren. Daarna met de ontgrijzer netjes behandelen om te zorgen dat de oude kleur weer naar boven komt. En vervolgens beschermen en behandelen met een teakhout of een hardhoutolie. Om te zorgen dat je de kleur ook weer houdt en dat hij weer weersinvloedbestendig is. Als je dus het vergrijzen niet erg vindt, is teakhout inderdaad onderhoudsvrij. En wie de mooie kleur wel wil behouden, moet het jaarlijks een beetje onderhouden. Daniel weet er alles van, want sinds ze als ijzerhandel ook tuinmeubelen gingen verkopen, heeft hij behoorlijk wat ervaring opgebouwd. Dat ging heel geleidelijk. Gaandeweg dat we hier waren, begonnen we natuurlijk met tuingereedschap. Alles voor de tuin. Nou, als je alles voor de tuin wilt hebben, horen er ook tuinmeubelen bij.
om de tuin mooi in te richten, want dat wordt toch steeds belangrijker voor mensen. Veel mensen zoeken bij ons niet per se tuinmeubelen, dus door die tuinmeubelen buiten voor de deur te zetten, zorgen we er eigenlijk voor dat we mensen erop patent maken van joh, we hebben nog veel meer dan alleen maar ijzerwaren, schroefjes en gereedschappen. Want dat dekt te lang de lading niet meer, ijzerhandel. En omdat Daniel nog steeds werkt vanuit de tijdelijke, veel kleinere winkel in de Van Hoytemastraat, is er weinig plaats om alles binnen uit te stallen. En dus brengt hij de collectie tuinmeubelen elke dag naar de plaats waar ze eigenlijk horen, buiten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Beumer en Zoon IJzerhandel.